zonnetje betekent in deze coronatijd voor mij dat ik op ze kan rekenen als ik iets nodig heb of als ik een vraag heb. Dat betekent ook dat ik nieuwe uitdagingen krijg van het stationnetje en ik hoef dus niet stil te zitten en dat is best wel fijn in deze tijd. In deze tijd, met alle maatregelen rondom het coronavirus, is het moeilijk om met mensen in contact te komen of te blijven. Bij het stationnetje horen we dit ook heel vaak en daarom bellen wij elke week met al onze jongeren, maken we podcasts met elkaar en voor elkaar en sporten we zelfs digitaal met elkaar op afstand. Het stationnetje betekent in de coronatijd voor mij iemand met iemand anders sociaal contact te houden dan mijn kinderen. Dit stationnetje helpt mij om te nieuwe mensen kennen en ook een nieuw werk zoek. Het stationnetje in de coronatijd betekent voor mij veel online muziek maken. In deze tijd van corona betekent het stationnetje voor mij een stok achter de deur en een gezellig gesprek tussendoor. Heb jij nou ook behoefte aan sociaal contact? Een keer gewoon eventjes praten of via de telefoon een keer video bellen? Of zoek je een reden om te gaan sporten? Of heb je gewoon zin om een keer een spelletje te doen? Of gewoon te ouwehoeren, want dat mag natuurlijk ook. Zoek ons dan op Facebook of kijk even op Insta of app, mail of bel ons. We zijn gewoon bereikbaar en doe gewoon gezellig mee.